De HTM voert actie tegen de bezuinigingsplannen voor het openbaar vervoer. Bij de acties in de Haagse regio is een deel van het openbaar vervoer stilgelegd. De NS zet extra treinen in tussen Den Haag en Zoetermeer om de overlast voor de 90.000 reizigers van Randstadrail te beperken. De SP stelt vragen aan de gemeenteraad na een nieuw geval van verwaarlozing in Haags verzorgingstehuis Nebo. De Inspectie voor de Volksgezondheid ontving in maart 2010 al meldingen dat er veel mis is bij Nebo. De SP wil weten wat er sindsdien is gebeurd. Het zorgcentrum zegt er alles aan gedaan te hebben en de situatie te betreuren. Wethouder Baldeelsing heeft maandag het startschot gegeven voor een campagne tegen huiselijk geweld. Huiselijk geweld is nog steeds een taboe en dat willen we doorbreken, aldus de wethouder. Praat erover, kom in actie, dat is onze boodschap. In Den Haag zouden 45.000 mensen te maken hebben met huiselijk geweld.